We staan hier vandaag bij de vrijwilligersmarkt en we gaan even vragen wat mensen hier eigenlijk voor vrijwilligerswerk zoeken. We proberen contact te leggen tussen andere organisaties en vrijwilligers. Jullie zijn van welke organisatie? Samen op reis. Waarvoor zijn jullie hier op de vrijwilligersmarkt? Om informatie te halen over vrijwilligerswerk. En wat voor een vrijwilligerswerk bent u geïnteresseerd? In taal. Betaal en wat dan specifiek? Mensen Nederlands leren. Ik zoek vrijwilligerswerk eigenlijk, dus ja. Nou, ik ben naar aanleiding van ook via actief in werk om mij ergens te kunnen gaan plaatsen met vrijwilligerswerk en eigenlijk oriënterend. Waarvoor bent u hier op de vrijwilligersmarkt? Nou, ik ben een complimentenstewardess en om mensen het gevoel te geven van hey, je bent belangrijk, je doet het toe, delen wij complimenten uit vandaag. Dus ik heb hier een lege certificaat. Van de vrijwilligersmarkt eigenlijk. En ik observeer mensen en ik schrijf een compliment voor ze. En iets nieuws wat u heeft gezien dat is opgevallen? Iets nieuws? Ja, elke keer komen er ook weer nieuwe dingen bij. En zeker in het stukje sport, wat op zich niet mijn onderwerp is als raadslid, kom ik dan weer allemaal nieuwe verenigingen tegen waarvan ik denk, goh, ik wist niet dat we die ook hadden in Breda. En heeft u al een goed bedrijf gevonden? Ja, ik heb al. Ja. Okay, en verder nog naar andere dingen op zoek of een beetje rond? Eventueel nog andere dingen, maar niet te veel, want ik ben ook nog zoek naar een betaalde baan. Dus. En waarvoor bent u naar op zoek? Ja. Ik ben, wat ik al zeg, oriënterend vanwege van wat is er allemaal? Ja, kunst en cultuur of iets richting zorg eigenlijk. Breed. En heeft u al interessante dingen gezien? Waar bent u zit? We komen net binnen.